Zondag 1 oktober sluiten de deuren van het Natuurmuseum Nijmegen. Daarmee komt er een einde aan een periode van 40 jaar... waarin een groep biologen en vrijwilligers het publiek warm maakte voor de natuur. Op dit moment is er nog de mini-expositie 40 jaar Natuurmuseum Nijmegen te zien. Daarna wordt de verhuizing ingezet naar de nieuwe locatie aan de Waalkade. Samen met het voormalig museum De Stratenmakerstoren wordt het De Bastij. Een centrum voor natuur- en cultuurhistorie. De 450 jaar oude kabouterboom in Beek staat misschien niet lang meer. Door de heftige regenbuien van de afgelopen jaren en maanden verliest de boom langzaam zijn grip. De boom heeft in het verleden al zware tijden doorstaan. Hij overleefde blikseminslagen en zelfs een brandje dat een aantal jaar geleden zijn binnenste werd gesticht. Daarom wil het Gelders Landschap ook alles op alles zetten om de boom te behouden en is daarom een actie gestart om geld in te zamelen.